Het psychiatrisch centrum Suriname, PCS, is afgelopen zaterdag officieel in Paramaribo gestart met het bevolkingsonderzoek naar depressie, angst en middelenmisbruik. Het project is een samenwerking tussen het PCS en haar partner Arkin, een psychodiagnostisch centrum in Nederland. Dit project wordt gefinancierd vanuit de uitvoeringsorganisatie Twinning Faciliteit Suriname-Nederland, UTSN. Rudy Dwarkasi is de teamleider van dit UTSN-project. Hij zegt dat ze niet zomaar een dag zijn opgestaan en het besluit hebben genomen om dit onderzoek te doen. De reden is dat neuropsychiatrische ziektebeelden in de top 10 van psychische ziekten voorkomen. En dat was de goede idee voor ons. Laten we gaan kijken hoe het zit in Suriname. Want voor zover ik weet, is er nog nooit op deze schaal onderzoek verricht. Naar wetenschappelijk onderzoek verricht, naar het voorkomen van angst, depressie en middelenmisbruik. Dat was de beweegreden voor ons om te zeggen, we gaan voor deze uitkomst kiezen en dat willen we doen. Ik heb hier een beetje een technisch ding, uitgangspunt van het onderzoek, de lijfwerking van het ziekte, hoe vaak komt dat voor, in het leven van iemand. En je ziet dat de depressie verstoord is, heel erg hoog staat en die scoort op 17,3%. Alcoholafhankelijkheid 14,1%, sociale angststoornis, etc. En daarom hebben we hiervoor gekozen. Dat is de goede idee, want die is daarvoor. We willen kijken, we willen vergelijking maken met de rest. En we willen meten wat de kwaliteit is. Wat is de omvang van het probleem hier? En pas als je dat hebt, dan kun je zeggen ook een gericht beleid maken ten aanzien van deze psychiatrische stoornis. Het project is in 2014 ingediend bij de UTSN en is meteen goedgekeurd. De voorbereiding heeft weliswaar veel voeten in de aarde gekost. Zo heeft het valideren of de controle op de geldigheid van het testmateriaal heel veel tijd in beslag genomen. Om alle kinderziekten uit de weg te halen zijn er meer dan 10 pilot- of proefonderzoeken geweest. Nikeri is het vorig jaar afgerond. Er zijn 1030 huishoudens geënquêteerd en er is een enorm netwerk opgezet, zegt Dwarkasi. Hij presenteerde enkele cijfers die verkregen zijn uit het onderzoek op basis van screeningsinstrumenten. U hoort ook Shinan Danu, psycholoog bij het PCS, die vertelt waarom e-health geïntroduceerd zal worden. In grote lijnen al aan wat mogelijk de omvang van het probleem zou kunnen zijn. Wil je verder gaan, dan zou je middels diagnostiek dit kunnen verfijnen om dan te komen tot een exact cijfer in die samenleving om te zeggen van rust. Maar dit geeft je in grote lijnen het idee. De depressies, 8,5, dat komt overeen voor een les een procentje na met wat er in de wereld natuurlijk is. Angstklachten, iets wat meer ook. Als we dus kijken, hebben we een soort dubbele rol of fenomeen. Wat wil zeggen, hoe moderner de tijd, hoe meer rollen men tegelijkertijd inneemt. Behalve als moeder, behalve als vader, houdt men 1, 2, 3 banen op na. Men is ook student. Wat betekent dat er ook minder tijd kan zijn om dus polyklinisch en lijfelijk aanwezig te zijn om behandeling te zoeken voor uw klachten. En dat is ook een van de redenen waarom de voorgangers van die hel dachten van hé, dan moeten we iets tot aan huis aanbieden. De andere reden is jammer genoeg de nog aanwezige stigmatisering van psychische problematiek. Alhoewel er in de laatste jaren wel wat meer bewustzijn is op het gebied van verschillende psychische klachten, zijn er ook wel andere klachten die nog steeds heel veel stigma ondervinden, waaronder middelenmisbruik. En om laagdrempelige hulp te bieden, is dus ook e-health aan te raden. Dit zijn meer de grote redenen waarom niet alleen in Suriname, maar eigenlijk in vele Engelstalige landen, in Nederlandstalige landen, is overgegaan tot e-health. Wat is het eigenlijk, e-mental health? Het is het gebruik van informatie- en communicatietechnologie, ICT, om de geestelijke gezondheid te ondersteunen of te verbeteren. Alus Shinan Danu, psycholoog bij het PCS, en daarvoor hoorde u Rudy Dwarkasi, psychiater. Dwarkasi verwacht dat eind augustus de cijfers van Paramaribo in zaken het bevolkingsonderzoek binnen zullen zijn. Hij denkt dat er niet veel verschil zal zijn met die van Nikeri.